jongens, welkom bij een nieuwe video hier op de Kaflozen. Vandaag spelen we Clash of Clans. En ik ga jullie laten zien of wij dus de Clan War League gewonnen hebben. Of wij dus gaan promoveren. En mijn allerlaatste aanval ga ik ook doen in deze video. Laat alvast een like achter en ben je nog niet geabonneerd, abonneer. Ik zit op mijn account. Ik zal nu naar de Clan War League gaan en je ziet het eigenlijk gelijk al. 3, 2, 1, boom. Ja, we hebben deze dag zelfs verloren. Het gaat hem niet meer worden. We hebben gestreden, maar eigenlijk ja, worden we misschien zelfs nu zesde. Dat kwam omdat we de vorige dag, die dus heel spannend was, hadden we net aan verloren. Ook één iemand van ons had niet aangevallen, wat erg jammer is. Maar alsnog hadden we hem dan ook verloren. Stel, hij 3 kruinen zelfs. Dus dat is best wel jammer. Dat kwam door een paar 1-sterretjes hier. Ja, heel wat 1-sterretjes. Begon heel sterk, dus toen 3 1-sterren. En dat was een beetje jammer. Maar voor de rest, we hebben het prima gedaan. Meesterdivisie 2 gaan we dus waarschijnlijk gewoon handhaven. Ja, gewoon 100% handhaven. Want we kunnen al niet meer winnen. En we kunnen ook niet meer verliezen, zeg maar. We worden niet meer 7e. Dus we blijven in meesterdivisie 2, sorry. En ik ga dus eerst eventjes mijn aanval doen. De laatste aanval. Even kijken waar mijn dingetje staat. Volgens mij Mas. Hier. Deze moet ik dus even 2-sterren als het lukt. En daarna ga ik even de top 5 aanvallen van de hele Clan War League laten zien. Dat vinden jullie altijd super leuk om te kijken. En jullie moeten mij altijd helpen. Jullie moeten altijd in de comments zetten welke aanval jullie het beste vonden van de top 5. Dus, maar eerst gaan we dus eventjes dit doen. Ja, kijk, dat huis kan nog best wel pittig worden. Ik denk dat ik daar sowieso een elektrodraak gebruik om al wat dingen kapot te maken. Dan doe ik een car met mijn king en mijn queen. Het wordt best pittig. Ondertussen ga ik eerst beginnen met wat elektrodraken rondom de base. Maar de air defense zitten best wel hier heel erg hoog. Dus dat is dan wel weer chill. We gaan het gewoon allemaal zien. En ik hoop gewoon dat we dit kunnen 2-sterren. Maar het maakt eigenlijk niet heel veel meer uit. We gaan even op deze hoeken een iederaak doen. Hier een iederaak. En dan kijken we even hoe dit allemaal gaat verlopen. We hebben nog wel wat iederaken over. Dan hoef ik... Oké, wat de hel? Er zitten nu al... Oké, wacht. Doe ik even eentje hierop met een rage gelijk. En dan dit ga ik ook ragen. Hoppatee. Dan rage ik dit. Nice, we moeten 1 rage overhouden. Hier ga ik gelijk een volgende ingooien. Want anders verpest ik een beetje die rage. Hetzelfde geldt voor deze. Oké. Nu moeten we even rustig zijn. Want dit gaat nu opeens niet meer zo heel goed meer. Oké, we hebben die onderkant wel redelijk goed gepakt. We hebben nog 2 iederaken. Oké, als ik er nou even eentje hier drop. En ik heb nog 1 rage die ik kan gebruiken. Boom. Doe even 1 ballon. Gewoon als afleiding. Hopelijk kunnen we die ballon misschien nog een trap mee pakken. Of gewoon die. Oké, let's go. Die archer toren. Dat had ik veel eerder moeten doen. Waarom deed ik dat niet eerder? Oké, ik denk dat dit. Ja, dit wordt nog wat, jongens. Misschien. Ik denk dat ik mijn laatste iederaak ook moet gebruiken. Want anders ga ik het niet redden, denk ik. Ja, even kijken. Wat gaan we nu doen? Zit op 34%. Nee, dit wordt denk ik geen 2-ster. Voor het eerst ga ik het niet lukken, denk ik. Want we hebben echt best wel wat verpest, zeg maar. Ik denk dat ik mijn Grand Warden moet gebruiken. Nee, mijn Grand Warden wil ik niet gebruiken voor aanval. Ik denk dat ik mijn laatste iederaak hier gooi. Dat is denk ik mijn plan. Dan. Oh, wat deed die iederaak daar? Holy damn. Oké, nu heb ik misschien nog een klein kansje. Oké. Ja, kijk, deze iederaak doet het echt perfect. Deze iedereen. Oh nee, waarom pak je nu niet de air defense? Ik moet snel de air defense afleiden. Oké, daar is ook een trap. Let's go. Dan hebben we 38%. Nee, dat wordt hem denk ik niet. Ik denk niet dat het hem wordt. Ik denk dat het hem alleen kan worden überhaupt. Als we... Ja, deze moet op de grond. Als we de king zeg maar aan deze linkerkant gooien. Want anders kom ik hier gewoon simpelweg. Dat lukt hem niet. Oké. Nee, dit wordt hem sowieso niet. Maar maakt niet uit. Oké, wat we dus gaan doen... Ik moet de king op dit hoekje. Anders halen we sowieso niet eens de 1-ster. Dus ik moet de king op dit hoekje droppen. Dan gaan we erin. Met dit. Met een rage. Met freeze. Met dit. Met dit. Met zo. Oké. Met dit allemaal. Dan een poison hierop. Let's go. Dit ziet er heel slecht uit, jongens. Dit ziet er heel slecht uit. Ah, die king die helpt wel nog even mee. Oké, we hebben wel de 1-ster. Hoogstwaarschijnlijk hebben we wel de 1-ster. Die queen is wel pittig, hè. Dan moet ik dit even freezen. Dan hoop ik dat die sneaky goblins de town oppakken. De queen heeft ook nog wel ability, maar daar wil ik heel even nog mee wachten. Nee, de sneaky goblins pakken niet de town op. Ik kom nu gewoon met mijn ability voor mijn queen, maar de queen die zit ook niet op de town op. Nee, het wordt... Ah, die town is wel heel weak, maar die sneaky goblins hebben net niet genoeg kracht gehad om die town te pakken. In principe niet heel erg. Ik vind dat het nog best wel goed ging. En ik ga nu dus de top 5 aanvallen van de hele Clan War League laten zien. We beginnen War 7. Phoenix op 12. Dan gaan we even kijken. Een 3-ster van Phoenix. Oké, dat is super nice. Die gaan we gewoon even bekijken. Ik ben heel erg benieuwd. En we gaan alles denk ik op een 1-speed. Soms een beetje 2-speed. Ik kan op het begin wel een beetje doorspoelen. Want op het begin gaat het altijd een beetje langzaam. We zien dus hier
dat er een funnel gecreëerd wordt. En we zien hier dat de Zeppelin via rechts komt. Oké, en die Zeppelin die baakt dit allemaal kapot. Ik ga het nu een beetje op een andere soort manier laten zien als dat ik normaal laat zien. Er komt nu dus de Queen met veel pauzes. De Queen dus met een ballon om te kijken of er traps zijn met wat healers. En die ballon, ja kijk, en ook walbrekers om dus die muur kapot te maken. De King is daar nog lekker bezig. En op een gegeven moment ga je zien dat de volledige aanval gaat komen. Die Queen is daar heel lekker nog bezig. Die King heeft het echt heel sterk gedaan. Daar komt de Clankensteel eruit. Gooit hij nog een extra rage en een poison voor die lava pups. Daar komt nog een Hog Rider om even die Archie Tower te killen. Dat vind ik wel een hele leuke. Dat vind ik wel een hele leuke. En nu komt dus de main push via rechts. Ik zal hem nu even op 1 zetten. Nu komt dus de main push via rechts met de Grand Warden en de Miners. En hij heeft nog 1 healspel over en 2 vriezen. Dat zijn eigenlijk helemaal niet zo heel veel spels meer. Dus ik ben best wel benieuwd hoe hij dit gaat. 3 sterren, daar komt de ability van de Queen. En door de ability van de Queen blijft de Queen ook nog levend. En ik denk dat dat hem gaat redden. Ja, kijk, daar gaat de Queen. Alle Tesla's liggen hier buiten. Dat is ook wel grappig. Dat alle Tesla's daar liggen. Inderdaad, ik dacht dat die Queen ging sterven. Maar door die ability kon de Queen weer helemaal geheeld worden. En heeft ze nu dus gewoon superveel levens. Daar een freeze op de multitarget inferno toren en op de wizard toren. Dus dat is natuurlijk heel erg goed. Dat is een hele goede freeze voor Hog Riders en Miners. Want dat is natuurlijk dubbel splash. Ondertussen gaan die archers en die minions een beetje aan de zijkant werken. En dit ziet er allemaal goed uit. Volgens mij is dit wel redelijk tijd. Deze aanval heeft best wel lang geduurd. Ik ga hierna even spieken hoe lang deze aanval precies geduurd heeft. Want ik ben best wel benieuwd. Want voor mijn gevoel is dit een lange aanval. En heeft hij best wel tijdproblemen nog gehad, denk ik. We kunnen even kijken. Nog 36 seconden. Zie je wel, het is echt een lange aanval. Die Queen die blijft echt net levend. En dat is gewoon de hele reden. Oh nee, daar gaat de Queen wel. Maar dat die Queen zo lang levend bleef, is echt de reden dat Phoenix dit gedriesterd heeft. Hele mooie aanval van Phoenix. Echt een hele mooie aanval. Dus dit was de allereerste aanval van de top 5. Ik ga nog heel even spieken dus hoe lang hij had. Want ik ben nu echt benieuwd. Hoeveel tijd? Zie je, had nog 2 seconden over. Ik wist dat het een lange aanval was. Oké, dan gaan we door naar de volgende. En dat is War 3. Heb ik hier staan. Zeus, natuurlijk. Waarom niet wie anders dan Zeus? Linkje van een YouTube kanaal van Zeus staat in de beschrijving. Sir Clashelot, voor hem sowieso. Zeus, War 3 op nummer 8. Boom, Zeus Wars. Ook weer een 3-ster op een stadhuis max. Stadhuis 13. En we gaan het even kijken. Ik zal het begin even 2 doen. Oké, daar begint hij met een met een ballon en met een blip. Blip op dus een single target in de toren. Daar komen opeens 2 Tesla's naar boven. Met een air defense. 3 Tesla's naar boven met een air defense. En een rage. Maar Zeus pakt dat hele compartment. En dat is best wel lekker. Dan heeft hij 3 Tesla's gepakt. Een Inferno toren heeft hij daar gepakt. En hij had daar nog wat gepakt. En daar gaat hij nu via de met die babydraak en met de Queen. Waar hij nu dus wel een rage op gooit. Anders gaat dat niet lukken. Begint hij nu aan de funnel. Mooie ballonnen om dus die Archer torens te pakken. Dat deed hij echt heel erg sterk. Wizard daar aan de rechterkant of een beetje aan de bovenkant bezig. En kijk die ballonnen tanken. Dat was echt zo slim gedaan. Die ballonnen hebben zo hard getankt voor die babydraak. En daardoor kon die babydraak zo ver door. Weer een ballon om te kijken natuurlijk of er airmines zitten. Maar die, ja, daar is er eentje. Daar komt de King op de Queen. En Zeus, ik denk niet dat hij die freeze nodig heeft. Nou, misschien dat hij die wel nodig. Gewoon voor de zekerheid, een freeze is altijd mooi. Waarschijnlijk weet Zeus wel beter of hij die wel of niet nodig had. Let's go. Queen is nog helemaal levend. En dan gaan we voor de rest even kijken. Want hij komt ook net zoals Phoenix met Miners en Hog Riders straks. Ik zal hem nu wel even op dubbelspeed. Daar zit in ieder geval de Queen op de stadhuis. Stadhuis is al binnen. Super nice. Clank is dus ook al dood. En nu zit die Queen wel bij de andere Queen. Maar daarom gooit hij daar ook een freeze op. En ondertussen is de King bezig met de funnel. Want de Grand Warden en de Miners en de Hog Riders komen allemaal vanaf boven. Vanaf 12 uur. En die gaan gewoon rushen door die base. Die King is ook heel lekker bezig om aan die rechterkant die funnel te creëren. Queen is nog steeds levend. Dat is ook echt niet normaal. En daar gaat die Queen dus neer. En dit wat wel chiller is aan Zeus, heeft hij nu nog, hij heeft nu nog een healspel over. Hij had dus iets meer healspels bewaard voor zijn main push dan bijvoorbeeld Phoenix. Het is natuurlijk een hele andere base, een hele andere stadhuis. Maar dat is wel grappig om te zien. En ja, die Miners en die Hog Riders zijn gewoon veel te veel. En Zeus overspoelt deze base gewoon. Hele, hele goede avond van Zeus. En een 3-sterretje is binnen. Gaan we door naar de volgende. Nog 3 mensen te gaan. War 2
van Vanilla, onze nieuwe co. Hij is best net nieuw co geworden. Vanilla op nummer 14. Ook weer een 3-ster. Super nice gedaan. Stadhuis level 12 op stadhuis level 12. En inderdaad, het is een helemaal geen slechte stadhuis 12. Zeker niet. We gaan even doorspoelen om even te kijken waar die begint. Oké, hij begint daar met de king om de funnel en om het klankensteel uit te lokken. Waar die gelijk ook een poison spel op droppen. Die wizard gaat die klankensteel denk ik niet kunnen killen. Nee, die ballonnen zijn wel neer. Maar je hebt daar wel nog een elektrodraak. En tot nu toe heeft hij eigenlijk alleen maar een poison en een king gedropt. En die heeft daar een beetje gewoon geramd en heeft de klankensteel uitgelokt. En ondertussen is de queen bezig aan de onderkant met een funnel voor... Oh ja, want Vanilla speelt altijd de Lavaloon. Bezig met een funnel en gewoon een beetje lekker naar een air defense pakken, klankensteel pakken. Misschien ook wel multitarget. Ja, sowieso wel multitarget en verder toren pakken. Dus dat doet hij heel erg goed. Gaan we even kijken waar hij gaat beginnen met zijn lavond en met zijn luchtballon. Daar nog even een rage voor die wallbreakers. En het zou heel chill zijn als die queen ook nog die air defense meepakt. En omdat dit een 3-ster is, denk ik wel dat dat gaat lukken. Daar nog een extra rage om zo snel mogelijk die air defense te pakken. Zodat niet alle healers doodgaan. Ik zal hem nu even op 1 speed doen, want dit is altijd het mooiste. Er komt een luchtballon met de daarboven de lavond en met dus heel veel ballonnen. En dit is altijd met Lavaloon, moet je altijd heel erg tactisch gaan nadenken. Ik denk dat Lavaloon, hele mooie Lavaloon aanvallen wel op hele hoge skill hebben, zeg maar. Op Clash Royale is Lavaloon nog niet echt een skill deck. Maar op Clash of Clans is het juist wel een skill deck. Echt heel erg, want je kan echt perfect die ballonnen... Hier zie je er een groepjes van 2, zodat het dan net genoeg is om die RR-torens te pakken. En dat is heel erg belangrijk bij Lavaloon. En ik vind dat Vanilla dit heel erg netjes doet. Ik zal hem even doorspoelen. Kijk hoeveel de luchtballon of de stonebreuker, heet die stone slammer, is niet eens dood. Die gaat pas helemaal op het laatste pas dood. En moet je kijken wat een ballonnen. Ongelooflijk goede aanval van Vanilla. Al zeg ik het zelf, weer dus een 3-ster. En jongens, laat dus in de aanval, in de comments achter welke aanval jullie het beste vinden. Vinox, Zeus en Vanilla zijn nu geweest. En we gaan door naar nummer 4. Of nee, niet nummer 4. De vierde aanval. Ik heb dit op willekeurige volgorde. War 7 van Black Devil. War 7 op nummer 4. En dat is ook weer een 3-ster. Black Devil, ook een co-leider natuurlijk. Woe! Dat hij dit 3-stert is zeker niet verkeerd. Wat een Max Tunnel, bijna Max Tunnel, of misschien zelfs een Max Tunnel stadhuis 13. Dus dat doet hij heel erg goed. Daar begint hij met de funnel. En het is net zoals Zeus en Vinox, is het dus een Hogrider minor aanval. Wel waarschijnlijk valt iedereen iets anders aan. Wel weer een babydraak voor de funnel. Die dat prima doet. Gaat nu helaas nu wel dood door die air defense, maar pakt nog wel even die elixirpop neer. Die queen, oei, 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 die queen heeft het moeilijk. Die queen heeft het moeilijk, zit op het randje van ability, maar... hoeft hem nu nog niet te poppen. En ik denk dat dat Black Devil heel veel gaat helpen. En heel vroeger toen ik nog Clash of... Sorry, die boertjes komen een beetje omhoog. Heel vroeger toen ik nog Clash of Clans speelde. Toen was dat zeg maar... in Queen zeg maar... Moest je zelf de ability doen. In plaats van dat het automatisch ging. En ik denk dat in vroege stages... Had Black Devil hier voor de zekerheid gewoon de ability van de Queen gedropt. Dus dat is wel lekker dat dat nu dus niet meer hoeft. Daar komt zo'n kazerne met zo'n P.E.K.K.A. en Wizard en de... en de king om denk ik gewoon dit bovenste gedeelte te pakken. Die queen is nog steeds levend. En nu komt hij met de miners, Hogriders en Grand Warden. Nu gaat hij vlammen met zijn main push. De queen is nog steeds aan het rammen gewoon. Nog steeds is de ability van de queen nog niet gebruikt. En je ziet nu gewoon hoe lekker dit allemaal naar het midden gaat. Hele sterke aanval ook van Black Devil. En ik vind eigenlijk tot nu toe elke aanval die ik heb laten zien echt heel erg goed. We hebben echt een paar hele lekkere aanvallen ertussen zitten. Wel jammer dat we natuurlijk nu niet kunnen promoveren. Maar ja, weet je, we hebben gewoon te lage stadhuizen daarvoor. Maar ik vind dat we het echt heel erg goed gedaan hebben. En we komen nu ook tegen mensen die letterlijk gewoon 15 stadhuis level 13's hebben. Dus ja, daar is het best wel moeilijk tegenop te nemen. Want wij hebben er volgens mij iets van 8 of 9 of zo. Of misschien 10, maar zeker niet. Nee, minder. Ik zal zo even kijken. In ieder geval niet heel veel. Dus dan is het sowieso heel erg lastig om dat te winnen. Maar een hele mooie aanval van Black Devil. Ook een zieke overkill. Ik weet nog op het begin dat ik keek naar de tijd. Dus hij had nog wel tijd over. Volgens mij had hij nog 25 seconden over. Zieke overkill. Dan ga ik gelijk door naar de allerlaatste aanval. Maar voordat ik dat ga doen. Hé, een live aanval van Super Clasher. Is die lekker bezig? Even spieken dan. De VAR is natuurlijk nog niet voorbij. Maar ik wou deze video al maken. Tijd. Dit wordt denk ik een 2-ster. Ik denk niet dat hij op tijd... We kunnen het gewoon even afkijken, joh. Waarom ook niet? We kunnen het wel even afkijken. Het is moeilijk altijd te zien. Nee, dat wordt zo... geen 3-ster, denk ik. Maar we kijken nog heel even af tot ik het 100% zeker weet. Oeh, heeft de Queen nog een ability? Oh, Queen heeft wel nog een ability. Dat scheelt wel heel erg. Nou,
Nou, ik denk dat misschien dit wordt wel een 3-ster. Heel goed gedaan, Super Clash. Dat doe je toch best wel lekker. We hebben het in principe niet heel erg meer nodig, want we kunnen het sowieso niet meer winnen. Maar ja, natuurlijk sowieso super nice om te gewoon te laten zien dat je goed kan aanvallen. Ja, dat is een 3-ster. Heel nice gedaan, dat was onverwacht, maar super nice, Super Clasher. Ik wil even kijken hoeveel stadhuis level 13's wij hebben, voordat ik doorga naar de allerlaatste. Ja, zie je, nummer 9 is al geen stadhuis 13 meer. Dus we hebben er nu maximaal 8. Verkennen. We hebben er maximaal 8. We hebben er dus maar 8, hè. 8 tegen 15. Ja, dat is natuurlijk wel heel moeilijk om te gaan promoveren. En de allerlaatste aanval van de top 5 is Warn 5, Liam 3 op nummer 1. Een 3-ster. Ben heel erg benieuwd. Laatste aanval. Laat er achter in de comments welke jullie de beste vinden. Ik zal even doorspoelen. Oeh, hij had wel nog maar 8 seconden over. Dus dat is wel close. En het is een Grand Warden Queenwalk. Dat vind ik altijd heel mooi om te zien. Daar, oei, daar wel een hele goede ballon. Ik wou zeggen oei, maar dat was juist een hele goede ballon. Om dus te zoeken voor airmines voor de healers. Babydraak doet daar een funnel. Hele mooie super wallbreaker. Om daar door de compartment heen te gaan. Hopelijk voor Liam gaat dus ook... Oké, dat doet hij met de King en de Ice Golem gaat hij dus in. En wat Yetis. Oh, dit zijn Yetis met bowlers aanval. Dus het is helemaal geen Hogriders en... Helemaal geen Hogriders... En dus Miners. Ook wel een hele leuke aanval. Wel een verrassing zo op het laatst. Daar gaat die blip op het stadhuis. Wordt er nog een rage op gegooid. Nee, maar de Sticky Goblins gaan die dalen, gaan die dalen, gaan die dalen. Ja hoor, stadhuis is neer. En wat een funnel van Liam, jongens. Wat een funnel. Alles gaat naar het midden. Daar heb je nog die andere hero. Die wil nog even een beetje de bovenkant pakken met een wizardje. Mooi dat die giant bomb niet op die wizard ging. En dan heeft hij nog bedspels over. Oh, dit is dus die beds. Oké. Dit is echt wel een leuke aanval. Ik geniet hier wel van. We gaan het even kijken. Echt alles is in het midden gegaan. Super zieke aanval. Niks is echt naar beneden gegaan. Echt alles is in het middelste vierkant. En dan ben ik benieuwd wanneer hij komt met zijn bedspels. Hij wacht veel langer dan ik met mijn bedspels. Ik doe natuurlijk Becca, Bowler, bedspels. En ik doe altijd veel vroeger mijn bedspels. Maar ik denk dat dit dan beter is. Ik moet eens een keer later met mijn bedspels komen. Wanneer komt hij met zijn bedspels? Nu pas dus aan de onderkant. En hij heeft nog 3 vriezen over. Hij gaat sowieso hier een vries droppen. En daar kan hij gewoon eigenlijk in principe 3 keer de vries op gooien. Want hij heeft zoveel vriezen nog over. Hij gooit nog een vries zodat hij de hero ook even meepakt. En ja, dat zit en nog een vries om nog even de arts toch over de zekerheid. Hij had veel te veel vriezes. Maar dat heeft hij echt heel netjes gedaan. Wat een goede aanval. Dit is een beetje clean-up. Dus ik zal nu gewoon een dubbel speed. Laat achter in de comments dus. Welke aanval jullie het mooiste vonden. Ik ga niet zeggen welke ik het mooiste vind. Want dan gaan jullie misschien gebiased zijn. Voor de mensen die weten wat bias betekent. Dan gaan jullie misschien denken. Oh, Floss vond die het beste. Dan ga ik ook maar die zeggen. Dus ik zeg niks. Ik ben heel erg benieuwd wat jullie dus vinden. Wij hebben dus helaas deze Clamor League niet gewonnen. Maar wel ons best gedaan. Wil je zien hoe ik 3 aanvallen deed in deze Clamor League? En heb je die dus nog niet gezien, die video? Ergens komt daar een video in beeld nu. Die je ook kan checken, jongens. Ik hoop dat je een leuke video hebt kijken. Zien we de volgende video. En tot dan, mensen.